Ja, voorzitter, veel punten van mevrouw Agema over wie gaat daar straks over beslissen. Maar ja, de minister zegt duidelijk, ik bedoel niet alleen gisteren bij de technische briefing, maar ook in haar brief, dat de soevereiniteit bij Nederland blijft. Dat er op geen enkele manier, geen enkele bevoegdheid die Nederland heeft bij optreden bij een nationale gezondheidskies of een internationale gezondheidskies, geen enkele bevoegdheid wordt overgedragen aan de WHO. Dus het antwoord is dan toch eigenlijk heel simpel. Ja, Nederland blijft erover gaan. Alleen je maakt wel internationaal afspraken over hoe je zo goed mogelijk zo'n pandemie kan voorkomen en bestrijden. Als wij solidair moeten worden met Afrikaanse landen, hoe gaat dat er dan uitzien? En twee, in hetzelfde stuk als waar u uit citeert, lees ik ook dat in de International Health Regulations er wel een juridische bindend instrument komen als het gaat om de surveillance en het uitwisselen van informatie. Er staat in hetzelfde stuk. Nou, mag de minister van mij ook ophelderen? Ja, voorzitter, International Health Regulation bestaat geloof ik al sinds het midden van de 19e eeuw. Dus ik weet niet of dat heel erg spannend is. Het nieuwe is natuurlijk het pandemieverdrag, waar 2 jaar geleden toe besloten is om dat met elkaar te gaan maken. Naar aanleiding van die verschrikkelijke pandemie, waarvan mevrouw Agema terecht zegt, dat heeft heel veel slachtoffers geëist. En is het dan niet logisch dat je allerlei afspraken probeert te maken om dat te voorkomen, zo goed mogelijk aan te pakken, want er valt veel te verbeteren over hoe dat vorige keer is gegaan. Maar, schrijft de minister, dat doen we allemaal zonder dat wij enige bevoegdheid gaan overdragen aan de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus dan is mijn vraag, gelooft zij niet de minister als ze schrijft dat wij geen bevoegdheden gaan overdragen? Ja, of weet ze iets wat de Kamer niet weet? Nou ja, ik lees in datzelfde stuk dus over die juridische bindendheid over de surveillance en de monitoring. Dus ik zou er wel opheldering over willen. En twee, het valt mij zo op. We hebben die enorme crisis gehad over de hele wereld, maar vooral ook in Nederland. We hebben het gewoon niet goed gedaan. Nou, en dan zie je eigenlijk dat de regering nu vooral afspraken gemaakt internationaal, maar ook in Europese context, terwijl wij gewoon zelf onze zaak eens op orde moeten hebben. Wij zaten als enig land in Europa een 4e keer in een lockdown. En dat hebben we allemaal met z'n allen kunnen betalen, ook het overeind houden van onze economie, door 95 miljard euro toe te voegen aan de staatsschuld. Als dat nu weer gebeurt, zo'n crisis, dan kunnen we dat niet, omdat de energie, of omdat de rentestand op dit moment veel hoger ligt. Dus ja, ik vind dat wij eerst onze eigen zaakjes op nationaal niveau op orde moeten hebben, helemaal. Voordat we, want volgens mij, als je het hebt over het financiële mechanisme in artikel 44, gaat er straks, gaan wij straks andere landen helpen met pandemische paraatheid. Maar nou ja, het staat er onduidelijk. Ik ga nog geen conclusies trekken, maar het lijkt erop dat de minister daar nog wel wat opheldering mag geven. Afrondend kort. Voorzitter, surveillance en monitoring, dat gaat toch gewoon puur om het in de gaten houden van welke virussen ontstaan. Het is toch hartstikke logisch dat je daar als landen met elkaar afspraken over wilt maken, zodat er minder slachtoffers hoeven te vallen, zodat je inderdaad al helemaal niet 2 jaar later nog eens een keer een lockdown hebt. Ja, dat is wel een infrastructuur aan kennis en kunde die wij hier in ieder geval goed op orde hebben. We hebben alle mooie technische briefings van de heer Van Dissels naar kunnen kijken. Maar als wij ons gaan verbinden, ook financieel, via een financieel mechanisme, met landen die dat niet op orde hebben, ja, waar gaat dat eindigen?